Carwash Dodane blijft de beste carwash van het land. Dankzij voortdurende technologische innovatie krijgt jouw wagen de behandeling die hij verdient. Samen met onze krasvrije textielwassing en het gebruik van gedemineraliseerd water zorgt ons unieke ingebouwde polierstation voor een ongelooflijke glans. Maak bovendien gratis gebruik van onze stofzuigeilanden met hyperkrachtige turbinestofzuigers en onze matte wassers. Ontdek alle diensten van Carwash Dodane op www.dodane.be. Alain Triest, schepen voor toerisme. We staan hier in een prachtig domein waar momenteel een aantal Hongaarse jongeren zitten. Waar, in welk kader moet ik dat zien? Ja, dat is een kader met de verbroedering van Deschijn. Dus om de 2 jaar nodigen wij de volwassen mensen uit Van Desch om naar Nienop te komen om onze cultuur toch wat te laten snuiven aan hen. Ons landje België en zeker onze stad Nienop te laten kennen. Maar op een langere basis nodigen wij dan ook een keer de jeugd uit. En dit is de tweede keer dat we jonge mensen uitnodigen om dezelfde reden eigenlijk. Dat is het cultuurverschil, het verschil van leven toch nog wel tussen de jeugd. En ook om ze Nienhoven te laten kennen en een stukje van België. Sint Kalebout van de jeugddienst van Nienhoven. Jij hebt het programma ongeveer in elkaar gestoken. Hoe verloopt het? Voorlopig loopt het super. We hebben een zeer gevarieerd programma. Er zijn sportieve activiteiten, culturele ontmoetingsactiviteiten waarbij we zo de verbroedering centraal zetten. En ik denk dat alles tot nu toe al heel goed verlopen is. Van het eerste moment was er echt een goede klik tussen de Hongaren en de Nienhoviters. Dus dat was het voornaamste. Dus we zijn super content. Joachim, hoe was het in Gent? Spannend, want we hadden eerst al enkele problemen met de trein te halen. Maar we zijn er uiteindelijk 10 minuutjes te laat gekomen. Maar we hebben alles gezien wat dat we wilden zien. Universiteit bezocht, Sint-Pietersabdij, de Boekentoren, de bibliotheek. We zijn uit het centrum geweest. We hebben gegeten in de beste pizzeria van Gent. Iedereen vond het super, echt top. Veel lieve woordjes gekregen. We hebben ze getrakteerd op een neuzeker. Dat was een klein verrassingje. En dan wilden we ze vrij laten, dat was het initiële plan. Maar ze waren zo geïnteresseerd dat ze eigenlijk nog een paar stops wilden doen. Dus hebben we een beetje geïmproviseerd en zijn we eigenlijk het Lam Gods gaan bezoeken in de Sint-Baafskathedraal. Volledig uit eigen initiatief, dus ze zijn echt enorm gemotiveerd. Hello Eva, you're one of the Hungarian guests here. What do you think so far about your trip to Belgium? It's really exciting. I love it so far. Today you went to Ghent. How was Ghent? It was beautiful. It's a really beautiful city. Did you also eat neuzekes? Yeah. And did you like it? I sadly dropped it, so I had to throw it out. Hoe verloopt die communicatie met Hongaren, met Hongaarse jongeren? Ja, ik moet zeggen, eigenlijk wel nog verrassend vlot. Iedereen spreekt wel een voldoende niveau van Engels eigenlijk, dus daarmee gaat het wel vlot. En ik heb ook wel gemerkt dat ze heel geïnteresseerd zijn om elkaar woorden te leren in hun eigen taal. Bijvoorbeeld vandaag ging het heel erg rond tellen 1, 2, 3 en dan ook in het Hongaars. Maar mijn eigen geheugen is niet zo goed, dus zelf kan ik het nog niet, maar de jongeren kunnen echt al tot 10 tellen nu. Dus dat gaat eigenlijk wel verrassend vlot en als we een keer een woord niet vinden, dan helpen we elkaar of kijken we ze op Google Translate of zo. En dat gaat eigenlijk wel vlot. Sophie, how are you? What do you think of Belgium? Are there many differences between Belgium and Hungary? I feel very good. That was my first flight. I think that the people are very nice and helpful, and the programs are very interesting. Ivan, jij als voorzitter van VVV, ken jij het programma van de jeugd? Wat gaan ze allemaal doen? Oh, het programma is heel gevarieerd, maar ze gaan natuurlijk een en ander beleven. De eerste dag zijn ze hier toegekomen, dus maar vanaf nu, vanaf gisteren en vandaag zijn ze volop bezig. Ze gaan dus morgen naar Aalst, overmorgen naar Brussel, dan gaan ze naar Brugge, dan gaan ze naar Oostende en dan gaan ze naar Gerardsbergen, naar de Gavers. Dus het is een zeer gevarieerd programma.
Jij bent een van de deskkenners van de stad. Zijn er kinderen bij van ouders die jij goed kent? Ja. Er zijn erbij inderdaad van mensen waar wij ook in de regelmatig logeren. Ja. Maar er zijn ook veel nieuwe bij. Het is niet zo dat allemaal die kinderen van die mensen er zijn. Laten we zeggen dat er een paar zijn, maar de rest zijn allemaal nieuwe die we zelf nog niet kennen. What about the house you are living in? The rooms, are they okay? We talk that we stay here. Okay, and what about the food? Do you like the food, the Belgian food? Yes, very much. Okay. I was once in desk and at breakfast there was a small palinka. Is it normal people do that? Of course, it is really normal. It's a part of the meal. It's part of the tradition, part of the meal? Yes. Okay. And do you drink it also? Sometimes. Okay, you don't miss it here? No.